think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside. Hey, ik ben Boris Scheurs, ik speel Ray in de film Body Language. We zijn bij de twee laatste dagen aangekomen om te draaien. Voor mij is het morgen de laatste dag. Ik vind het ontzettend jammer. We hebben echt voor het volle 200% zijn we ervoor gegaan met z'n allen. Het was pittig, zwaar, maar ik denk dat het resultaat zekerder mag zijn. Het is gewoon een hele vette dansfilm geworden. Ik ben Sigourney, ik speel Tara in Body Language. Op dit moment zijn we alweer bij de ene laatste draaidag. We hebben er al anderhalve maand op zitten. We hebben echt ons zielzaligheid in deze film gestopt. En het was bloed, zweet en tranen, maar ook heel veel lol en heel veel plezier. Mijn naam is Lorenzo van Velsen, Botazzi. En ik ben Samuel in de film. Een timide, beetje verlegen jongen. Maar een beest op podium en freerunner en danser en stuntman. En wat wel leuk is vanaf het moment dat ik hier aan begon, maar het is sowieso een heel spannend project, kwam Jeff, de regisseur, naar me toe. Ik zei gelijk van, hey, luister dan, het is allemaal heel leuk en aardig, maar ik heb je nog nooit eerder zien acteren. En ik maak geen soep, dus beter doe je best. Dus met die instelling zijn we gelijk al gaan bikkelen allemaal. En de kwaliteit is gruwelijk. Mijn naam is Ruben Solonier. Ik speel de personage Quincy. Dansen is zijn passie, dansen is echt zijn alles. Dus daar stopt hij heel veel energie in. En het is een zelfverzekerde jongen die in ieder geval denkt dat hij dit gaat winnen. Dus zo komt hij in ieder geval in de film en in de dance battle met zijn crew. Het was vandaag mijn laatste dag. Nee, in ieder geval thanks to Jeffrey Elmond, director, Ed Lucas, choreographer Roy Julen, and the rest. Guys, I love you. Ik ben Ingrid Jassen en ik speel Nina in Body Language. En Nina is een heel gedreven, gepassioneerd meisje en weet absoluut wat ze wilt in haar leven. En ze gaat natuurlijk voor de Battle of Broadway. En die wil ze ontzettend graag winnen. Dus ze geeft er alles voor over om die te winnen. Ik ben Luciano, ik ben 10 jaar en ik speel Bobby in Body Language.